zagen in de eerste omloop 20 BWP-prominenten van 7 jaar oud. Daarvan bleven er 6 foutloos. Waaronder 2 paarden gereden door Jeroen de Winter. En dus zien we hem als eerste en als laatste aan de start van deze barrage. Met 2 ervaren paarden. De meeste 7-jarigen hebben nog niet zoveel gezien als deze Leandro VG, goedgekeurde hengst. Die afgelopen winter natuurlijk reclame maakte met een overwinning in de Pavo Hengstencompetitie en vervolgens ook de eindoverwinning in Meerdonk. De finale ook nog eens een keer op naam geschreven van deze Leandro VG, de zoon van Gitano van Berkenbroek, de moeder van Cellano, Cellano Z, gefokt door Alois van Gorp. Excuus, dit is Linnocence, zijn laatste paard. Hij heeft ze omgedraaid. Nou ja, de ene is, zou haar zeggen, nog beter dan de andere of allebei even goed. Dit is Linnocence, de zus van Emerald van het Ruitershof. Op de startlijst staat als eerste paard Leandro, maar natuurlijk, Linnocence was nog warm van de eerste omloop. De dochter van Diamant de Semi, moeder van Carthago, de moeder dus ook van Emerald, van Diamantina, van Nixon van het Meulenhof. Fantastische fokkerij zoals we dat gewend zijn van de BWP-fokkers. Zoals gezegd, al behoorlijk ervaren deze beide paarden van Jeroen de Winter. Glossprongetje midden naar de laatste. En we schrijven op 39,96. We zijn al een aantal keren internationaal op concours geweest. De paarden van Jeroen de Winter. En deze Linnocence loopt zelfs al 1,45 meter. Kijk eens wat een reactie aan het hout.